eerste mogen eten. Moet je even drinken? Een beetje water gezongen. Water, daar varen de bootjes op. Wie ziet het? Dat is eigenlijk ook een systeem dat van de leefgroep is overgenomen. Om te vermijden dat er hier geroepen en getierd wordt aan tafel, hebben we gewoon het systeem van school overgenomen. Een rode kaart wil zeggen, niemand zegt een woord. We zwijgen. En dan de gele kaart wil zeggen van, wie dat gedaan heeft met eten, mag rustig praten. Wie dat eet, zwijgt. En de groene kaart, dat is de kaart die ik meestal op tafel zet, dat is, we mogen allemaal rustig praten met één. Wat betekent dat, vraag ik je? Rustig praten. Oké, dat gaan we dan ook doen, hè? En dat wordt gevolgd? En dat wordt gevolgd. Ja, op welke manier heb je dat dan aangeleerd? Voor mij was het natuurlijk gemakkelijker, omdat Kilian het eigenlijk al kende van in de leefgroep. En eigenlijk heeft Kilian hier een beetje geïntroduceerd. Dus Kilian op een bepaald moment had gele, groene en rode kaarten gemaakt. En hij was het maar aan het uitdelen. En wij vonden het eigenlijk wel een goed idee. Omdat er inderdaad toch wel... het tafelmoment, vroeger was dat voor ons onmogelijk. Wij konden nooit samen aan tafel eten. En meestal hadden wij niet gegeten, omdat het zo storend allemaal was. Je bent flink, hoor. Grote jongen, hoor. Dit systeem is zijn verschillende werkpunten. Kilian stond altijd rechts aan tafel of op zijn stoel. Wat storend is als je aan het eten bent. Dus dat is een werkpunt geweest. Kilian is heel verstandig. Hij eet niet graag, hij is een zeer moeilijke eter. En hij wou dan ook altijd naar het toilet gaan tijdens het eten. Wat natuurlijk niet kan, is ook een werkpunt geweest dat hij eerst naar het toilet moet gaan om voor het eten. En dat hij onder geen enkele beding... Kom maar bij mama. Kom. En dat hij onder geen enkel beding nog naar het toilet mag gaan tijdens het eten. Hè? Maar nu nog niet. Mag ik even? Dit is het systeem voor Liam. Liam krijgt deze kaart bij hem op zijn plaats. En matcht terug, wat zeer belangrijk is, dat matchen. Dus dezelfde foto. En hiermee weet jij dat hij niet van tafel mag aflopen, dat hij mooi moet blijven zitten totdat iedereen gedaan heeft met eten. Okay. En dan is er ook een beloning, een snoepje. Ja. Zijn je al die er nog? Ja? Nee, daar. Ja? Ah. Dat zeg je, maar we gaan laten schieten. Papa, je bent ook flink geweest, die je kindje hebben. Kijk, pas me heel. Papa is een heel flink jongen. Merci.